Zijn situatie was slecht. Hè? Vanwege die blokkade. Er waren geen kleren genoeg, er waren geen medicijnen, er waren geen communicaties. Wij moeten fietsen. Er zijn auto's, geen banden. En de treinen die rijden chockvol. Eten is voldoende. Eten is wel voldoende, redelijkerwijs voldoende. Maar ondanks dat natuurlijk die spanningen vanwege die blokkade. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom de mensen beginnen te wantrouwen aan de regering en aan de goede bedoelingen van de onderhandelingen, goede bedoeling van de Hollanders. En als iemand begint te wantrouwen en in wanhoop is en hun maag is leeg, er zijn moeilijkheden, dan worden ze makkelijk communisten. En zo is die communistische groei aangewakkerd verder. En dus toen dus Amir Sharifuddin niet meer aan de leiding was van het kabinet. Hij moest een oppositie voeren. En hij zag dat via democratische middelen het niet kon. En hij had al die beloften van Mousseau dat misschien buitenlandse machten ook een beetje ons zullen helpen. Toen kwam dus op 18 september 1948 die proclamatie in Madiun van een zogenaamde Sovjetstaat in de Republiek. En dat is niet getolereerd door, nog door Sukarno, nog door Hatta. En onmiddellijk hebben ze dus de oorlog verklaard. Hebben ze dus, nee, we moeten dat onderdrukken. Ik kwam laat in de middag bij de president en hij zei, Nas, wat moeten we doen? De sultan zat naast hem als minister van Binnenlandse Veiligheid. Nou, ik zal even piekeren. Geeft u me tijd, ik zal een heel plan maken. Ik ben gaan afzonderen in een kamer in het paleis. En ik heb een plan gemaakt. Ten eerste meteen de andere gebieden, alles wat met communisme te maken heeft, ontwapenen en oppakken. Ja. Ten tweede zo snel mogelijk troepen maken voor een operatie naar Kediri. En zo is geworden een presidentiële order. Maar het kabinet was nog niet bij elkaar, want het is zondag. Sommige ja, ministers waren in Solo, in Purworejo, ja, in Kaliurang. Was tegen de middernacht was het kabinet compleet. En Pak Deerman was net aangekomen ook van Magelang, was al klaar. Toen ging de staatssecretaris voorlezen het concept. Toen vroeg de president hoe tegen de ministers. Ik was erbij en Genaal Sudirman ook. Alleen één minister sprak, dat was de minister van Buitenlandse Zaken, de oude heer Raja Gusali met een lange baard. Hij zei, als het land in nood is, is het woord aan het leger, zei hij. Dat was heel eenvoudig. En de anderen zeiden verder niks. Dat is oké. Okay. En de president heeft tijdens de zitting getekend en aan Pak Deerman overhandigd. Maar ik was voor de vergadering al zeker van mijn zaak. Er zijn nogal wat communisten toen over de kling gegaan, geloof ik, hè? Ja, eigenlijk niet direct. Veel niet-communisten eerst door hun, laat ik zo zeggen. Ze hebben behoorlijk veel vermoord. En toen onze troepen daar kwamen natuurlijk, ging het omgekeerde gebeuren. Ja. Zij zijn begonnen. Ja. Hoeveel slachtoffers waren er? Nou, dat is de tijd dat je geen statistieken erop nahield. Ja. Dat is niet mogelijk in die tijd. Ja. Schatten? Nou, dat is denk ik wel duizenden. Ja. Ik durf niet meer te zijn, duizenden te zijn.